Shangri-La City. Zo zag het paradijs eruit dus. Bij aankomst was natuurlijk het eerste dat ik ging doen. Zoeken naar het rapport waarin het bewijs moest staan dat deze plek het echte Shangri-La was. Ik vroeg ernaar in boekwinkels, in bibliotheken en onderzoekscentra. Maar zonder resultaat. Ik ontmoette wel veel mensen. Zoals Choma Yangsong. Ze woont in Shangri-La. En ontvangt zo nu en dan toeristen. Zoals ik. Ze was de eerste die me gedetailleerd over het verhaal vertelde.